Dit zijn 32 manieren om geband te worden in Brawl Stars. Nummer 1 is je gems terugvragen. En dit gaat heel erg vaak fout, want je ziet zo vaak spelers met min 10.000, min 20.000 gems. En Supercell wil dat niet, daarom bannen ze je natuurlijk ook heel erg snel als je je gems terugvraagt. Nummer 2 is jezelf een rare naam geven in Brawl Stars. Want de meeste mensen die Brawl Stars spelen zijn onder 13 en die vinden het natuurlijk niet leuk om een rare naam te zien of zo, want dan zijn ze getraumatiseerd. Nummer 3 is als je slecht speelt in ranked of potjes liefd of zo, dat je dan ook geband kan worden. En als je zo doet als deze Edgar hier, want die zijn zo irritant, dan kan je ook geband worden, gelukkig maar. Nummer 4 is dat als je meedoet aan een Brawl Stars toernooi, maar je bent onder 16, dat je dan geband wordt van het spel. Want je mag niet meedoen boven 16, want dan mag je ook nog geen geld verdienen met Brawl Stars toernooien en zo. En je mag niet heel lang werken. En meestal duren sommige van die Brawl Stars toernooien 4 uur. 8 uur per dag en zo lang mag je gewoon niet per dag werken als je onder 16 bent. Nummer 5 is accounts verkopen. Als je accounts gaat verkopen, dat mag natuurlijk niet, want Supercell verdient dan geen geld en Supercell houdt heel erg van geld. Dan word je dus geband en dat moet je natuurlijk ook nooit doen, want waarschijnlijk ga je gegevens gestolen worden. En dan word je ook uit je eigen telefoon geband en dan kan je dus niet meer in je telefoon en dat wil ik niet en ik denk ook niet dat jij dat wilt, dus ik zal het gewoon niet doen. Nummer 6 is gemene dingen zeggen in chat en dat moet je natuurlijk niet doen en dat vind Brawl Stars ook. Daarom word je geband als je gemene dingen zegt in de chat. En dat is natuurlijk wel gewoon normaal, want ja, je mag natuurlijk geen gemene dingen zeggen. Nummer 7 is dat als jij wel eens gekild wordt door een stomme Edgar, dat je dan de game wil verwijderen. En als je dat doet en je blijft langer offline dan 180 dagen, dan kan Supercell je bannen voor inactief zijn. Nummer 8 is dat als je in Brawl Stars aan phishing doet, dat je dan in de gevangenis kan komen. Phishing is namelijk dat je links in een chat of in je Brawl Stars naam zet en dan wil je dat mensen daarop klikken en die mensen krijgen dan waarschijnlijk een virus of zo, of degene die dat doet verdient er geld mee en dat mag natuurlijk niet. Nummer 9 is dat je geband kan worden door te spammen. Dus volgende keer als jouw vrienden aan het spammen zijn en je vindt het super irritant, kan je ze gewoon bannen. Daarna ben je waarschijnlijk geen vrienden meer, maar je hebt geen gespam meer. Nummer 10 is dat je geen persoonlijke informatie mag stelen of vragen van Brawl Stars spelers. Want anders kunnen ze je overvallen of zo. Nee, dat denk ik niet, maar ze kunnen je gegevens wel verkopen of zo. En daarom willen ze dus de Brawl Stars community beschermen tegen hackers of zo. En daarom doen ze dat. Nummer 11 is als jij in Heyday, Clash Royale of Clash of Clans bent geband, dat je dan ook geband wordt in Brawl Stars. Want dan heb je waarschijnlijk iets slechts gedaan in die game, wat je ook kan doen in een andere Supercell game. Want Supercell games lijken heel erg op elkaar. Nummer 12 is dat als jij hacks gebruikt in Brawl Stars, dat je dan wordt geband. En dat is best logisch, want hacks zijn natuurlijk niet goed, zoals deze Mortis hier die zoveel supers doet. En als je hackt, is het spel ook niet meer leuk voor andere mensen. Daarom hebben ze het nu natuurlijk ook veranderd. Nummer 13 is dat als je scheldt tegen het Brawl Stars support team, dus die mensen die je helpen als je een probleem hebt of zo, dat je dan wordt geband. En dit is natuurlijk hartstikke logisch, want die mensen werken daar echt best wel lang per dag. En als je dan hun tijd gaat verspillen en ze gaat uitschelden, is natuurlijk niet handig. En dat snap je zelf ook al. Nummer 14 is dat als je tegen het Supercell support team zegt dat je bijvoorbeeld gehackt bent, als je helemaal niet gehackt bent, want dat is best wel logisch, want dan kan je niet in je account. Maar goed, dat is eigenlijk een voorbeeld. Als je valse informatie zegt tegen hun, dus dan gaan ze het fixen en zo. En als dat dan niet waar is, is dat heel erg onhandig. Dus word je geband als je valse informatie vertelt aan het Supercell support team. Nummer 15 is dat als jij iemand te vaak report, dus te vaak op zijn naam klikt en dan die naam report, als het niet zo is, dan word je ook geband. Want dat is irritant voor het Supercell systeem, want dan denkt dan dat diegene iets heel slechts heeft gedaan. En dan moet zo'n bot gaan kijken en dat kost heel veel geld voor Supercell om die bots te maken en zo. En dan is er niks aan de hand. En dat is natuurlijk heel erg stom voor Supercell. Nummer 16 is dat als jij Brawl Stars op de PC speelt, een PC is een computer gewoon, dus niet op je telefoon, dan word je geband. En dat is natuurlijk heel logisch, want Brawl Stars is niet gemaakt voor de PC, maar gewoon voor mobiel. Maar als je Brawl Stars op de PC speelt, kan je volgens mij wel beter spelen als je echt door hebt hoe het moet en zo, want het is natuurlijk wel heel moeilijk om op PC te spelen. Nummer 17 is dat als jij rare dingen maakt in Mapmaker, en met raar bedoel ik zeg maar echt rare plaatjes, want er spelen heel veel kinderen de game, dus dat mag natuurlijk niet. Maar echt wel heel veel mensen doen dat. Want je kan zulke realistische dingen mappen met Mapmaker. Dat is gewoon raar. Zo kwam even niet aan mijn woorden. Nummer 18 is dat Brawl Stars soms per ongeluk mensen bant. En dat is natuurlijk niet handig, maar het gebeurt wel heel vaak. En het is natuurlijk wel te begrijpen, want Supercell heeft zoveel mensen die elke dag geband moeten worden, dat ze wel moeten soms verkeerde mensen bannen. Want dat is een bot en die kan niet echt kijken of mensen dat doen. Maar het is natuurlijk heel erg irritant om geband te worden for no reason. Nummer 19 is dat jij wordt geband als jouw club een rare naam
naam heeft. En dan wordt je club geband en de voorzitter. Dus degene die het gemaakt heeft. Dus als jij iemand voorzitter maakt en je noemt je club raar, dan wordt diegene geband. Dus je kan je vriend gewoon trollen door hem te laten bannen. Maar je wordt natuurlijk geband omdat het niet kan dat je club een rare naam heeft. Want Brawl Stars heeft heel veel kinderen die de game spelen. En die vinden het natuurlijk niet leuk om zo'n rare clubnaam te zien. Want dan zijn ze opnieuw getraumatiseerd. Nummer 20 is dat je geband wordt door windtreden. En windtreden is natuurlijk zo irritant. Want je wordt zeg maar, het is teamen, maar dan echt nog veel irritanter. En je kan er niks aan doen als je wordt gewindtreden. Dus als er tegen jou wordt gewindtreden. Nummer 21 is dat als jij gratis gems wil, dat je dan geband wordt. Want gratis gems, dat kan natuurlijk nooit. En dan word je sowieso geband, want het is allemaal illegaal. Nummer 22 is dat als jij aan boosten doet, dus dat je mensen zeg maar geld betalen voor jou. En jij krijgt dan ranks voor hun, zeg maar. Dus je pusht eigenlijk voor geld. Eend had dit ook gedaan en die was daardoor ook geband. En Hyra doet het en zo. En dat mag natuurlijk niet, want ja, het is onnodig. Je gaat nooit geld betalen voor een rank in een spelletje. Dat is gewoon heel erg dom. Nummer 23 is dat als jij in Rusland of Wit-Rusland of Belarus, hoe je het ook wil noemen, woont, dan kan je geen brassen spelen door de oorlog natuurlijk. En ja, dat is wel begrijpelijk, want waarom zou je een ander land binnenvallen? Maar goed, tenzij je daar een VPN gebruikt en een VPN verplaatst je locatie online naar een ander land. Dus dat je, als je in Rusland woont en je verplaatst je VPN naar, weet ik veel, Groenland of zo, dan kan je dus nog wel spelen. Nummer 24 is dat als jij een VPN gebruikt, dus wat we net hadden gezegd, zeg maar, wat we net hadden besproken, dan mag je ook niet brassen spelen. Dus dan word je geband. Dus meestal komen ze er niet achter, maar het is wel heel naar voor die mensen die daar in Rusland wonen en helemaal niks hebben gedaan. Want ja, het is natuurlijk niet zo dat je geen Brawl Stars kan spelen. Nummer 25 is dat als jij onder 13 bent en Brawl Stars speelt, dan kan je geband worden, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, want bijna iedereen die Brawl Stars speelt is onder 13. Nummer 26 is dat als jij alsof doet, alsof je een bekende YouTuber bent om, weet ik, voor iemand gegevens te stelen of zo, dan word je ook geband. Dat is natuurlijk logisch, want je kan niet zomaar doen alsof je iemand bent. Dat is ook illegaal natuurlijk. Nummer 27 is dat als jij praat online op je social media of zo over glitches in Brawl Stars, dan word je ook geband. En dan wordt niet alleen je Brawl Stars account geband, maar ook je social media. En dat wil je natuurlijk helemaal niet. Nummer 28 is dat als jij gokt op Brawl Stars potjes, en ja, je kan echt gokken op Brawl Stars potjes met echt geld, dan word je geband. En dat is natuurlijk heel logisch, want je kan niet gokken. Gokken is zo in een kindergame, zeg maar. Het spel is wel voor kinderen. Dat is natuurlijk hartstikke illegaal. Nummer 29 is dat als jij min gems hebt, dus min 200, zo, ik kan het even niet uitspreken, 2180, waarom wist ik dan niet? Als je dat hebt, zeg maar, dan word je geband. En dat heeft natuurlijk te maken met het refunden. Nummer 30 is dat als jij Nulz Brawl speelt, en jullie kennen allemaal Nulz Brawl wel, dan kan je allemaal nieuwe dingen zien. En dat zijn allemaal hele rare dingen. En dan kan je in hacken of zo. Dan word je geband. Want het is natuurlijk een rare versie van Brawl Stars. En dat wil Supercell niet. En geheim nummer 31 is dat als jij nu niet liked, dat je dan wordt geband. Nee, oké, grapje. En dan meteen geheim nummer 32. Als jij nu niet abonneert, word je ook geband. Ja, niet helemaal waar. Maar het zou wel heel fijn zijn als je abonneert. Want deze video's kosten heel veel tijd om te maken.